Oké, mensen, we zijn terug. We zijn in Utrecht om 2 uur. We zijn elke vrijdag gaan we naar een stad toe om te kijken wat mensen van crypto vinden. Vorige week waren we in Den Haag. We gaan vandaag kijken of Utrecht het meer naar hun zin heeft, meer weet over crypto. En stem vooral op Instagram in welke stad we volgende week vrijdag om 2 uur moeten zijn. Welke cryptocurrencies ken jij? Ja, ik ken er best wel veel. Ik zit al wel op Bitfavo, dus ik heb al wel een beetje gescrollt tussen die dingen heen. Maar echt... ervaring met de cryptomarkt, daar heb ik nog niet. Man. Nog niet? Je bent net begonnen? Ja, ik heb wel een beetje geld geïnvesteerd, zodat ik een beetje zie wat die markt doet, zeg maar. Dat het een beetje omhoog en omlaag gaat, maar echt grote bedragen geïnvesteerd heb ik nog niet gedaan. Hey, welke cryptocurrencies ken je allemaal? Niet echt, maar ik hoor er wel dingen van. Zoals gewoon die Bitcoin of Coinmaster. Nee, ik weet niet hoe die heet. Mm-hmm. Maar niet veel. Nee. Bijna niks. Nee, eigenlijk helemaal niks. Ben je bekend met cryptocurrencies? Nee. Nee, helemaal niet? Nog nooit van een crypto gehoord? Ja, dat wel, maar het is niet mijn ding. Oké, van welke crypto heb je wel gehoord? Ja, Bitcoin. Ik heb nog een paar munten. Geen flauw idee. Ik zit zelf op een van dat ding, het heet PI of zo. PI, ja. Maar dat is helemaal niks waard. Ik wil al jaren aanklikken en volgens mij is het 0,0006 cent waard. Ja. Want waarom heb je dat wel geïnstalleerd op je telefoon dan? Dat het een hersenloos klikje is. Ja, ik heb geen zin om daar de tijd in te steken of wat dan ook. En ik snap er niks van. Ja. Van welke cryptocurrency heb jij wel eens gehoord? Gewoon Bitcoin standaard. Ethereum, volgens mij. Ik denk eigenlijk dat het daar al wel een beetje op houdt. Ja. Welke cryptocurrencies ken jij allemaal? Zeg eerlijk? Geen één. Geen één? Geen één, man, bro. Niet mee bezig? Niet mee bezig. Welke cryptocurrency ken je al? Bitcoin. Ja, houd het op. Bitcoin is het enige? Ja. Heb je nooit verdiept in andere cryptocurrencies? Nee. Waarom niet? Ik ben niet zo heel erg veel bezig met geld, digitaal geld, zeg maar. Ik ben verbonden met een andere bron, zeg maar. Welke bron? Met God. Met Jezus. Door Jezus. Met God. Dus ik maak me niet per se zorgen. Staat in de Bijbel. Ik lees de Bijbel. Staat Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere zal je gegeven worden. Mooi dus gesproken. Wanneer je jezelf op de juiste manier afstemt, dan komen die dingen komen gewoon op je pad, zeg maar. Are you familiar with cryptocurrency? Crypto? Cryptocurrency? Oh, no. No, nothing at all? Completely not. No, you haven't heard of Bitcoin? I heard of it, but I think it's... I only heard very mystery thing of it. Welke cryptocurrency ken jij op dit moment? Bitcoin, Delirium of zo. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ja. En do you think the economy will go better or worse from now? I am an optimist, and I think it will grow stepwise. We will have sometimes temporary problems, but all in all, it gets better and better. Dit zegt dat Utrecht veel meer dying en veel minder educated is dan Den Haag, by far. Het is niet te vergelijken. Ik hoop dat de mensen hier wakker worden en dat als we een volgende keer terugkomen, dat iedereen weet wat het antwoord is. En welke projecten heb je gekozen en waarom? Nou, Bitcoin natuurlijk, omdat het meest vertrouwd klinkt. Het is gewoon de standaard, in ieder geval de grootste. Dus ik denk ook dat die het minst snel naar nul zal gaan en dat ik daar het beste een beetje kan aflezen van wat zo'n crypto inhoudt. Zeg maar wat die grafieken doen, wat die statistieken een beetje inhouden. Dus ik denk dat het voor mijn verbreden van kennis in ieder geval altijd goed is. Of het nou crypto is of de aandelenmarkt. Ik denk dat dat wel goede informatie is om met je om mijn leven mee te dragen, zeg maar. Ja. Waarom heb je er nooit in verdiept of naar gekeken? Ja, geen interesse. Nee? Nee, mijn vader doet het wel. Maar ik hou me er ook helemaal niet mee bezig. Hij praat er wel eens over, maar nee, man. Nee, ik, laat ik het zo zeggen, tijd voor bezig met andere dingen. Mm-hmm. Anders geld maken. En Bitcoin, waarom heb je dat niet gekocht? Heb ik gehad vroeger. En hoe ging het daarmee? Stond je winst of verlies? 7000 euro mee gewonnen. Mee gewonnen? Ja. Oké. Okay, en daar heb ik ook een half jaar van geleefd. Ja. Maar is dat niet dan een trigger voor jou van dat kan weer gebeuren? Nee, want ik kocht het in voor 100 euro. Ik heb het over 10 jaar geleden. En daar heb ik 7000 euro mee gewonnen en daar ben ik mee gefeesten en that's it. Het was makkelijk, een vriend van mij kocht het in. Ja, toch?
Maar zou je dat nu niet weer willen doen dan? Of, want 7000 euro is lekker toch? Het is duur om het in te kopen. Je moet er achteraan zitten en ik hou te veel van mijn vrijheid. Lui, noemen we dat. Ja, kan. Ja. Of geen interesse, geen tijd ervoor willen nemen, dat kan allemaal toch? Geen verstand van hebben, er zijn heel veel munten tegenwoordig. Bitcoin zelf is heel duur, ik heb er geen verstand van. Vrienden van mij hebben er heel veel geld mee verloren, dus ik heb geen zin om daar mijn geld aan uit te geven. Maar heb je wel eens crypto gekocht? Nee. Nee, waarom niet? Ja, nooit echt de behoefte gevoeld. Misschien ook een beetje het gevoel dat er risico's aan kunnen zitten. Ja, dat is een beetje het gezicht. Spaar je wel? Dat wel. En waarvoor ben je aan het sparen? Voor wat ben ik aan het sparen? Voor de toekomst. Toekomst? Voor de toekomst, voor later. Geerlijk, misschien later komt een huisje, kids, van alles. Zeker. En waarom heb je dan niet gekeken naar crypto of ben je er dan niet mee bezig? Geloof je er niet in? Of? Het is niet dat ik geloof erin, maar ik ben er nooit erin gaan verdiepen, laten we zeggen. Mm-hmm. Nee, ik heb er niks mee met crypto en zo. Nee? Nee. Waarom niet? Waar komt dat vandaan? Word je niet getriggerd door iets? Nee. Ik heb wel omgeving en zo, vrienden en zo die wel in crypto, maar ik deed mij niks of zo. Dat ik zou zeggen, ja, man, ik zou crypto gaan doen. En wat denk je dat de prijs van Bitcoin wordt over 10 jaar bijvoorbeeld? Dat is echt onmogelijk te zeggen. Dat is, dat ligt aan heel veel dingen. Ik denk dat je met zekerheid kan zeggen met die halveringen dat die omhoog gaat. Maar ja, dat is echt onmogelijk om te zeggen. Je hoopt het natuurlijk, maar zoveel ervaring heb ik daar niet mee, man. Want hebben ze winst of verlies gemaakt op de markt? Het meeste hebben wel winst gemaakt, ook verlies. Oké. Okay. Ja. Maar geloof je tegelijkertijd niet dat je jezelf dan goed kan zetten en juist meer hulpmiddelen kan gebruiken, zodat God beter in staat is? Ik geloof zeker, je kan zeker denk ik met crypto gewoon geld verdienen en al die dingen. Maar persoonlijk, mij heeft het nooit echt getrokken of zo. Ik ben meer gewoon, ik werk lekker met mijn handen en verdien daar gewoon mijn geld mee, weet je. Ja, zo, ja. Op die manier. What did you hear about Bitcoin? Only that people try to invest in it and many people failed. Mm-hmm. Because they have not enough knowledge and the safety is not big enough. Yes, is this why you don't have Bitcoin yourself, or yes. Have you ever tried? Yes, I think I'm very conservative in this area, and so I did not buy something or think about it. En ben je bezig met crypto of nee, ooit gekocht? Nee, ik ben niet bezig met crypto. Waarom niet? Ja, ik denk dat het toch een beetje als gokken is. Ja, dat gewoon. Ik denk het is. Ik hou van zekerheid, ik hou van wiskunde en ik denk dat ik wiskundig niet kan vastleggen waar de coin heen gaat. Dus dat het voor mij toch altijd een beetje gokken is. En wat denk je dat er gaat gebeuren met de euro of de economie van Nederland? Ja, kijk, ik heb de crypto sowieso in mijn gedachten al wel als een vervangmodel voor het verdienen op rente, zeg maar. Maar naarmate ik nu de markt een beetje aan het aankijken ben, is het ook nog niet zo makkelijk als... Als ik dacht, zeg maar. Dus het is gewoon een beetje jouw opties in de gaten houden en kijken wat het beste voor jou voelt. Dus het is ook denk ik een beetje persoonlijk. Maar het is sowieso je opties open houden, weet je. Crypto is een nieuwe markt en daar moet je ook mee bezig zijn. Dus, Want werk je of onderneem ja, je? Ja man, of ik werk gewoon. Binnenkort eigen baas. Oké, gek. Dus toekomstplannen nu al bezig. Ja, want en dan gewoon eigen baas, eigen zaak. Dat soort dingetjes. En denk je dat Bitcoin meer waard gaat zijn in de toekomst, bijvoorbeeld over 10 jaar? Ik denk dat er wel technologie is, in zit, zeg maar, wat heel erg behulpzaam kan zijn in de toekomst. Dus ik denk dat de waarde wel nog kan stijgen, inderdaad. Ja. Oké. Want heb je wel last van inflatie? Ja, iedereen volgens mij. Ja. Toch? Ja. Iedereen heeft last van inflatie, ja zeker. Want hoe ben je van plan om meer geld te gaan verdienen dan met je onderneming? Nou, mijn plan is zo meteen voor mezelf te gaan beginnen in de transportwereld. En dan leasen met vrachtwagens, mensen inhuren of mensen naar me toe komen. En dan gewoon voor hun via bedrijven ritten, rijden. En ik zelf ook natuurlijk rijden. En gewoon als ZZP'er. En dan gewoon geld proberen te maken. Want? En ja, lukt het. Ja, lukt het niet. Dan zijn er genoeg andere dingen, toch? But are you aware that someone can make a profit on Bitcoin as well? Or just... Yeah, I think so. Many people who have more experience in this type of currencies possibly invest in it. And sometimes I think they have luck. Or it's a boom, a temporary boom, and they benefit from it.
But I think actually the system is not safe enough in my opinion. You think Bitcoin is not safe enough? Yeah, I'm not sure about it if everybody is aware of all the risks that are behind it. Vind je niet dat een ondernemer juist bezig moet zijn met investeren of beleggen of vermogen vergroten? Jawel, je moet altijd investeren in je eigen bedrijf of in je toekomst, dat soort dingen. Maar ja, iedereen doet het op zijn eigen manier, toch? 100%. Dus ja, de ene vindt het wel leuk, de andere heb het er niet mee, de andere kan het, de andere lukt het niet, dat soort dingen. En wat vind je van meme coins zoals Dogecoin of Shiba of Pep? Ja, het is van die pump coins, daar moet je gewoon voor uitkijken. Het is allemaal vanuit eigen initiatief moet jij denken dat bedrijf het goed gaat doen, of niet eens een bedrijf eigenlijk, dat die coin het goed gaat doen. En met van die meme coins, ja, is het gewoon zo moeilijk om te zeggen. Dus ik zou dat risico niet nemen om daar grote bedragen in te gaan zetten. Zou je eerder in goud of in Bitcoin beleggen? Goud, man. Waarom goud? Omdat goud ten altijd, maakt niet uit hoe of wat, het blijft ten alle tijde zijn waarde houden. Altijd. Al is het over 40, 80 jaar, het blijft altijd zijn waarde houden, goud. Waarom denk je dat? Het is toch iets unieks. Of ja, uniek. Het is toch iets speciaals, goud. Niet iedereen heeft het, of wel. Je goud is duur. Dus ja, ik zou eerder goud investeren als Bitcoin, man. En goud is ook wat bekender als Bitcoin. Mm-hmm. Dus ik denk dat je markt ook hoger ligt als goud als met Bitcoin. Ja. Wat denk ik. Ja, nee, dat kan. Iedereen kan er op zijn eigen manier over nadenken. Maar vind je niet dat de dingen die je net noemt, behalve dat het misschien ouder is, dat je hetzelfde kan zeggen over Bitcoin? Weet ik niet, omdat ik er niks van over weet. Dus ik kan er niet over meepraten. Dus ja, en de ene zegt dit, de andere zegt dat. Maar ja, je kan wel naar al die anderen luisteren, maar ja, uiteindelijk doe je het toch zelf, toch? Ja. Dus je kan niet je moet je eigen weg gaan en niet naar anderen luisteren. Ja. Tuurlijk, tips van anderen is altijd handig en welkom. Maar uiteindelijk doe je het alsnog alleen. En doe je wel sparen of ben je bezig met vermogen vergroten überhaupt? Ik heb aandeelfondsen. Heb ik gekregen uit een erfenis en daar speel ik een beetje mee. Dus aandelen wel? Nee. Fonds. Dat is iets anders. Dus ik ga er met 100% in en ik sta er volgens mij sta ik er met 80-20 in. Dus ik ga 100% erin en 80% eraf. Als het naar beneden gaat. Ja, precies. En dat gaat maar met 1,6%. Fluctueert omhoog en naar beneden. Dus het is een klein kinderspel. En is dat dan geen reden om je te verdiepen in Bitcoin of er serieus naar te kijken? Ja, misschien wel. Als ik daar tijd voor had. Of ja. Ik ben zelf meer bezig met studeren en dat soort dingen, dus ja, misschien wel, ja. Weet je toevallig wanneer ze waren ingestapt? Of, ze waren volgens mij, mijn vriend was in 2018 ingestapt. Mm-hmm. Ja, en hij heeft heel veel verliezen gemaakt, dat heb ik wel gehoord van hem. Ja, hij heeft er wel spijt van. Would you rather buy gold or Bitcoin if you had to make a decision? Both not. Both not? No. Why not? I think gold is mainly for people in... for temporary interesting when we have problems with the economy or something like this, but I think there are much more, even better investment chances or possibilities than this. So, like what? I know the English word. I think green investment funds are actually interesting, for example, for me. Mm-hmm. Bigger funds which are have this or taken into account that we need a change in our economy, a green change. Want hoe is dat anders met bijvoorbeeld normale aandelen of valutaparen of vastgoed? Ja, je kan denk ik normale aandelen misschien wel iets makkelijker inschatten, wiskundig gezien, waar dat heen zou gaan. Je kan de markt bekijken, maar ja, ik doe dat ook niet, dus ik heb daarom ook geen aandelen. Daar, geen tijd voor. Zou je eerder goud of Bitcoin kopen? Ja, goud verdien je misschien op lange termijn iets mee, maar dan moet je het ook weer verkopen om dat geld te innen, zeg maar. Met crypto kan je sneller op een trade winst maken, denk ik, dan dat je op goud geld gaat verdienen. Maar om jouw portfolio goud te hebben is wel verstandig. Dus beide. Ja. Eigenlijk beide. Ja, het is namelijk zo dat als je zou kijken naar het verloop van de prijs van goud, dan zie je eigenlijk dat het vanaf dat het er is, eigenlijk alleen maar aan het stijgen is, wat jij zegt. Mm-hmm. Maar en met Bitcoin weet je het niet.
Want het stijgt, het zakt, het stijgt, het zakt. Maar dat doet goud ook. En het verschil is wel dat Bitcoin al zeg maar zo'n 15 jaar presteert. Zeg maar over een periode van 15 jaar is het alleen maar gestegen en blijft het stijgen. Oké, ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet er voor de rest ook niks van. Dus ja, en van goud weet ik wel meer dingen. En heb je een laatste tip voor de mensen thuis als het gaat om financieel groter worden of groeien of gelukkig zijn? Doe het als je er verstand van hebt. En ben je een luie zak zoals ik, doe het niet. Dan gaat je een hele hoop geld kosten. Maar denk je dat het goed zal blijven gaan met de economie van Nederland en met de euro? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Op dit moment denk ik dat het wel goed blijft gaan, maar het kan natuurlijk wel ooit een keer instorten of misgaan. En denk je dat het beter gaat met Nederland of slechter wordt? Wat is je gevoel daarbij? Op welk gebied? Qua financiën. Qua financiën. Nou ja, je hebt hoge inflatie, maar ik denk nog steeds als je in Nederland woont, dan heb je gewoon genoeg mogelijkheden om geld te verdienen, weet je. Dus ja, natuurlijk door inflatie zijn dingen wat duurder geworden, dat vind ik ook niet leuk. Maar als je gewoon werk gaat zoeken of weet je wel, je zoekt iets waar je goed in bent, je start een onderneming, er is genoeg mogelijkheid om, je gaat crypto doen of zo, er is genoeg mogelijkheid om geld te verdienen, zeg maar. Heb jij last van inflatie? Ja, ik denk dat iedereen wel een beetje er last van heeft, dus ja, maar niet dat het probleem oplevert ofzo. En wat is jouw grootste winst in crypto tot nu toe? Ik heb, ik denk nu 500 ongeveer geïnvesteerd en dat is, toen ik het laatst keek, 560, dus zo'n 60 euro winst over het algemeen. Dus ja, dat zal, volgens mij was er nu wel een dipje gaande, dus dat gaat wel weer omlaag, maar ik kijk dat gewoon aan voor een paar maanden en misschien komt er wat bij, misschien hou ik er af. Ik hou het open. Wat vind je het belangrijk dat iets waarin je investeert tastbaar moet zijn, dat je het echt moet vast kunnen houden? Ja en nee. Voor je zekerheid en niet zekerheid. En het is toch allemaal digitaal en tegenwoordig, het is allemaal zo makkelijk te hacken en al die zooi. Dus ja, aan de ene kant is het een beetje vertrouwen, toch? En als je het zelf hebt, dan heb je het ook in eigen handen. En ja, elke keer inloggen op een account en dat soort dingen. Ja, misschien de ene keer ben je iets kwijt. Want ik heb laatst ook eens een keer iets gehoord. Die gozer was een wachtwoord vergeten. Gaatje 15 miljoen. Nou ja, als je het in je handen hebt, dan heb je het zelf. Dus dan kan je gaatje 15 miljoen niet weg. Snap je? Zo ja. Denk ik erover. En wat voor tip heb je voor de mensen thuis als het gaat om vermogen vergroten of meer verdienen? Nou, ik denk niet dat ik daar een hele goede tip voor heb. Ja, ik denk, hou al je opties open. Zorg ervoor dat, ja, dat je niet afsluit voor mogelijkheden. En op die manier kom je vast wel iets op je pad wat goed bij jou past, denk ik. Is het zeg maar zo dat je ooit in de toekomst misschien wel zou investeren in Bitcoin? Nee, man. Nee? Nee, ik heb daar echt niks mee. Nee? En ook als je nu zou horen dat de prijs zeg maar super laag staat en dat je waarschijnlijk in een periode van 2 jaar winst eruit haalt, is dat iets dat je dan triggert of ook nog steeds niet? Nee, man. Nee, totaal niet. Nee? Nee. Ja, ik heb echt niks met crypto. Heb je een laatste boodschap voor de mensen thuis? Ja, zeker. Lees de Bijbel. En dan gewoon lees het. En vraag God, wilt u het me uitleggen? Dan op zijn koninkrijk focussen, op zijn gerechtigheid. En dan hoef je nooit meer zorgen te maken. Dan mag je gewoon bij hem thuiskomen. Heb je een laatste tip voor de mensen thuis? Ja, hou altijd jouw opties open. Kijk alle mogelijkheden en doe wat je goed voelt voor jou. Dus hebben we nog een laatste tip voor de mensen thuis? Ja, gewoon doen wat je wil doen. En gewoon je hart achterna gaan. En groeien. En zou je eerder goud of bitcoin kopen? Dat is lastig, want goud is natuurlijk iets waarvan mensen zeggen dat het altijd geld waard blijft zijn. Maar ik denk wel eerder bitcoin op dit moment. Waarom? Ja. Omdat ik denk dat meer kans heeft om echt te groeien. En goud, dat het blijft denk ik meer echt stabiel over de tijd. En als je zou horen dat bitcoin en crypto nu heel erg laag staat en dat de verwachting is dat het over een half jaar gaat stijgen? Dan hoop ik dat mijn mattie miljonair wordt en dan gaan we tegen Frankrijk. Ja. Dus je vertrouwt op de band met je vrienden in plaats van dat je sowieso. Dat sowieso. En do you have one last word of advice for the people at home? Be aware of all the risk you take into account when you invest your money, and I think when you try to invest, choose a way which is a little bit more safe and conservative, but has possibly this green idea behind. And heb je een laatste tip voor de mensen thuis?
Ik weet niet, blijven lachen en geniet van de zon. Zojuist klaar met de interviews in Utrecht. Het is hier veel moeilijker om mensen überhaupt aan de praat te krijgen. En de kennis van de mensen ligt heel erg laag. Dus ik hoop dat de mensen die we geïnterviewd hebben, dat ze beter gaan kijken naar crypto, beter gaan kijken naar Bitcoin. Want de mensen hier zijn met alle respect een klein beetje aan het slapen. Laat het weten op Instagram naar welke stad wij volgende week vrijdag moeten gaan. Dan zien we jullie daar om 2 uur. Like de video, subscribe en check jullie later.